Ik ga nooit stoppen met YouTube. Zelfs al ben ik 40, 50, zelfs 80 hoe zeiden. Ik ben 5 jaar geleden begonnen met YouTube en dat is een van de beste keuzes die ik heb gemaakt in mijn leven. En in deze video zal ik de 5 effecten delen dat YouTube heeft gehad op mijn leven. En blijf zeker kijken tot op het einde als je wilt weten hoeveel geld ik al heb verdiend met YouTube. Ten eerste kun je vragen, waarom gaan kinderen graag naar de speeltuin? Dat is heel obvious. Ze kunnen daar gewoon gaan spelen. Ze kunnen daar vrij spelen en de gekste dingen doen, al hun energie kwijtraken. En zo zie ik YouTube. Voor mij is YouTube een plek waar je al je creatieve energie gewoon kunt uiten. En er bestaan duizenden verschillende YouTube-kanalen. Echt over gaming, over planten, over van alles. En iedereen maakt zijn video's op zijn eigen manier. Er is niemand die vertelt wat je moet doen, hoe je het moet doen, wanneer je het moet doen. Als ik een video wil maken vandaag over anime, ik kan dat gewoon doen. Niemand gaat mij stoppen. En dat is de speeltuin effect. YouTube is voor mij een creatieve uitlaatclub geworden. En dat brengt mij zoveel geluk. En dat had ik eigenlijk niet verwacht voor ik begon met YouTube. Via de internet kunnen we letterlijk met mensen praten die honderden of duizenden kilometers ver zijn. Iedereen met een internetverbinding en toegang tot YouTube kan deze video bekijken. Als je een hobby hebt of een passie, door dat eigenlijk gewoon te delen op YouTube, kun je daar een hele community rondbouwen. Kun je mensen vinden die dezelfde interesses hebben als jij. En door mijn video's heb ik een community kunnen opbouwen eigenlijk. En dat bestaat voornamelijk uit jongeren die ook studeren en die eigenlijk gewoon zichzelf willen verbeteren. Door deze community heb ik in het echte leven veel mensen kunnen leren kennen. Omdat mensen mij kennen via mijn video's. En dus als ik zo naar een event ga of zo, kunnen mensen mij herkennen. Geen flexen. Ik probeer niet te flexen of zo. Misschien niet flexen. Iemand herkent mij door mijn video's. En dan kan ik met die persoon zijn vriend praten en dan zo en zo voort. Waardoor ik op dat event opeens meerdere mensen super makkelijk heb ontmoet. En dat is gek. Dat is echt gewoon crazy. Ik snap je. Elke keer als ik ergens kom en iemand zegt mij dat hij mij kent door mijn YouTube-video's. Bro, mijn mind is blown. Ik denk van, wat de? Bro, in deze kamer er is niemand. Er is gewoon mij en die camera. Maar op een of andere manier door het internet komt deze video naar verschillende mensen en kan ik zo in het echt connecties maken. Ik weet niet voor jullie, maar mijn geheugen is super slecht. Als je mij vraagt wat ik vorige week heb gedaan, je sais pas. Laat staan een maand geleden of een jaar geleden. Maar door YouTube kan ik effectief weten wat ik 3 jaar geleden heb gedaan. Ik ga terug naar mijn kot gaan, ik ga daar eten, ik ga terugkomen. En dat is het tijdscapsule effect. Dat is vergelijkbaar met wanneer je op reis gaat en je foto's en video's maakt en die dan zo'n paar maanden later terug bekijkt. Stel je dat voor, maar maal 100. Dat gevoel dat je hebt van wauw, ik heb dat meegemaakt, snap je? Maar met YouTube, omdat ik effectief de tijd heb genomen om die video's te bekijken en dan samen te brengen tot een mooi geheel, is dat effect nog veel beter. Want ik kan zo naar een kleine film kijken uit mijn eigen leven. Wat dat leuk is eraan, is dat ik echt vaak gewoon normale dingen heb gefilmd. En wanneer we zo foto's maken of video's, dat is vaak zo'n hoogtepunt in ons leven. Maar wanneer ik zo terugkijk naar mijn vlogs, kan ik echt zo random momenten zien in mijn dag en denken van damn, ah ja, ik heb die dag die persoon gezien of ik heb tijd gespendeerd met die persoon. En ik zou het echt aan iedereen aanraden. Je hoeft dat niet per se te delen op YouTube, maar echt zo om meer en meer foto's te nemen en je leven echt op camera zetten. En wat dat tijdscapsule effect nog leuker maakt, is dat mijn video's gaan voor eeuwig blijven bestaan. Dus binnen 20 jaar, 30 jaar, gaan mijn kinderen gewoon kunnen kijken naar een doodnormale dag in mijn leven in 2020. Ik zou echt geld betalen om een dag in het leven van mijn vader of moeder te kunnen zien 30 jaar geleden. Weet je hoe gek dat is? En dan kun je echt zien of ze effectief de honderden kilometers moesten stappen om naar school te gaan. Want soms ze vertellen van die verhalen en ik denk van... Voor ik deel hoeveel dat ik verdien op YouTube, wil ik het eerst hebben over de training arc effect. In veel bekende animes is er iets als de training arc. Bon, le vrai connaisse. Maar voor de mensen die dat niet kennen, dat is een periode waarin dat de main character eigenlijk super hard gaat trainen en er veel skills bij leert. En dat gevoel heb ik ook met YouTube. Voor ik begon met YouTube, mijn skills waren 0. Ik heb leren editen. Ik kan nu een camera gebruiken.
Ik kan voor een camera praten. Ik heb leren een script maken. En dat zijn allemaal zeer waardevolle skills. Plus, op professioneel vlak zijn dat vaardigheden die ik kan gebruiken om geld te maken. Als iemand een video-editor nodig heeft, ik kan dat doen. Een hele YouTube-kanaal runnen is zeer tof. Ik doe dat echt graag. Maar dat neemt ook tijd in. Dat is een heel project eigenlijk dat je onderneemt. Daardoor heb ik ook moeten leren hoe dat ik mijn tijd verdeel, hoe dat ik balans vind in mijn eigen leven. En dat is nice. Daardoor ben ik gewoon gegroeid als persoon. En daarom zou ik het ook aanraden aan iedereen, zeker als je student bent, om, zelfs al is dat zeer, zeer moeilijk, om naast je studies ook andere projecten te proberen ondernemen. Omdat dat ervaringen en vaardigheden gaan opleveren die zeer waardevol kunnen zijn later. We kennen allemaal die shaky reclames van die online ondernemers die zeggen van ja, verdien geld terwijl je slaapt via dropshipping, YouTube, dit en dat. En die mensen hebben eigenlijk zo'n slecht imago gegeven aan het hele concept van online geld verdienen. Wat een beetje terecht is, want ze zijn effectief scammers. Maar er zijn ook goede manieren en legale manieren om geld te maken online die echt je leven kunnen veranderen. En een voorbeeld daarvan is YouTube. Ik verdien al een paar maanden geld via YouTube. Wat dat crazy is. Ik verdien geld door dit te doen. Je parle in camera. Er is niemand hier. En dit is hoeveel geld ik al heb verdiend. In de afgelopen maand bijvoorbeeld. En voor mij, zelfs al verdien ik 1 euro op YouTube, is dat veel. Omdat ik effectief geld verdien terwijl ik slaap. Als ik nu beslis om een maand niks te doen op YouTube, ga er nog steeds geld binnenkomen. En dat vind ik magnifiek. En dat is totaal verschillend van het traditionele loondienstmodel. Waarin dat als je een uur werkt, dan krijg je ook een uur uitbetaald. Maar bij YouTube heb je dat niet. Bij YouTube steek je veel energie op voorhand. Dan post je die video. En dan, ongeacht van wat jij nog doet, gaat die video op geld blijven maken. Ik kan hier zijn. Ik kan gaan sporten. Ik kan aan het slapen zijn en geld gaat gewoon binnenkomen. En daar is echt geen limiet op. Ik kan binnen jaren nog steeds geld verdienen op video's die ik gewoon niet eens meer aanraak. En YouTube werkt voornamelijk op reclames. Dus er komen reclames voor mijn video's en tijdens mijn video's die iedereen haat. Zoals ik haat die niche. Die ads die je niet kunt skippen. Oh mon dieu. Maar door die advertenties verdien ik geld van YouTube. Er zijn verschillende manieren om geld te maken via YouTube. Maar de simpelste is gewoon via reclames. En als je ook overweegt om YouTube video's te maken, doe het gewoon. Het vraagt veel tijd, ja, maar wat je eruit kunt halen is echt zeer mooi. En als je nog meer wilt weten over de behind the scenes van YouTube, vergeet zeker niet te abonneren. En ik zie je bij de volgende video. Ciao, ciao!